Leuk. Ik krijg het heet ervan, hè. Bloemen. Kijk hoeveel bloemen Kat heeft gekocht. Oh, bomen met je bloemen. Waarom? Ik zal je een truc vertellen. Kom, we gaan naar beneden. Dit is echt zo lief van jullie twee. Nou, ik ben wel helemaal verrast op mijn mannetje. Lieve vriendjes, welkom weer bij een nieuwe video hier op Good Life. Vandaag is het een bijzondere dag, want Melanie en ik zijn 15 jaar met elkaar getrouwd. Sad but true. Sorry. Ja, ik kan het toch nooit laten, dat is het grappen. Ja, ik weet het. Maar ik kan ook lief zijn, echt waar. Echt waar, serieus. En nu laat ik jullie zien dat ik ook lief kan zijn. Normaal zit ik woordenvol met dat soort grappen natuurlijk, maar vandaag, ja, we zijn toch 15 jaar getrouwd. Het is toch bijzonderder dan zeg maar 14 jaar of 13 jaar. En het is toch 15 jaar. En volgend jaar 16 jaar ook bijzonder. Maar goed, maakt niet uit. En ik heb vandaag wat leuks bedacht. Melanie is heel even weg. En dat geeft mij even de tijd en gelegenheid om wat voor te bereiden. Ze heeft gelukkig de kinderen meegenomen, want ik heb namelijk wat rozengisten gehaald en hier verstopt in de schuur. Nou, die zien er nog goed uit. En daarmee gaan we spoorzoekertje spelen. Wat ga ik doen? Ik ga die rozen neerleggen. En ik heb verschillende cadeaus gekocht. En die ga ik in het huis ga ik verstoppen. De bedoeling is dat ze al die rozen bij elkaar raapt. En uiteindelijk heb je dan een bos met rozen. En natuurlijk moeten ze dan even zoeken naar de cadeautjes. Ik had alles even verstopt op de zolder. En natuurlijk beginnen we met een zwarte mok. Want het is natuurlijk een zwarte dag vandaag. Ik verleer dat niet, hè. Nee, deze mok, als hier iets warms in duurt, dan komt er een foto van ons gezin uit. Dat is leuk. Dan heb ik een kaart met een tekst erin. Laat ik Melanie jullie dadelijk voorlezen. En dit is mijn hart, mijn houten hart. Omdat het goud weg was en toch ook weer niet helemaal van steen was. Vervolgens, omdat Melanie natuurlijk mijn grootste fan is, heb ik voor haar een t-shirt besteld. Met mijn kop erop. Kijk eens hoe leuk. En tot slot mag ze me kussen. Maar ik heb ook een kussen. Met ons erop, met love. Zo, als ik daar geen puntjes mee ga scoren, nou weet ik het ook niet. Nou goed, die gaan we dus verstoppen. De rozen zijn de richting aanwijzers. Dus ik ga het allemaal even neerleggen en klaarzetten. En dan gaan we dadelijk beginnen. Als ik zo om me heen kijk, had ik beter gewoon het huishouden kunnen gaan doen. Dat was een grotere verrassing voor haar geweest. Maar goed, ik ga even de bloemetjes pakken. Begrijp niet waarom vrouwen rozen zo mooi vinden, want ze zitten vol met de stekels. Ik heb hem al twee keer open gehad. Of misschien begrijp ik het ook wel, want Melanie is ook altijd prikkelbaar. Ik wist niet hoeveel rozen ik nodig had, dus ik heb maar gewoon vier bossen gepakt. Maar ik hou dus een bosje over. Een bossie, een bossie, een bossie, rode rozen. Een bossie, een bossie. Au, au, au. Een bossie, een bossie. Wat een vervelende planten zijn het er ook, hè. Kijken waar ik het iets mee kan vastpakken. Ogen met de vader ook. Ik wist niet dat rozen zo snel verwelkte. Nou goed. Als het echt is, haal ik wel een nieuw bosje rozen, want ze gaan heel snel kapot. Nou, dan ben ik zo'n beetje wel klaar. Ik hoop niet dat ze al te lang weg blijft. Ah, nog één ding moet ik natuurlijk nog doen. Aha. Ah. Zoela, zoezoe, zoezoele, je voelde. Nee, ik krijg geen Frans. Laat het maar. Ze is thuis. Hi, ga. Ah, dank je. En Roos voor jou. Leuk. En gefeliciteerd met mij, hè? Oh ja, gefeliciteerd. Dat je 15 jaar lang mij mag hebben. Nou, gefeliciteerd met mij. Ja, ik ben blij dat ik het 15 jaar met jou al uit hou, jongen. We gaan al naar achteren. Wat ja, 16 schattig. Jaar. Ja, liefde, ja. Hè? Mama, jij moet rozen verzamelen. Moet ik rozen verzamelen? Ik merk het. Oké, okay, wat we gaan doen. Tenminste, wat mama gaat doen. Ik heb rozen neergelegd in het huis. Deze roos is een voorbeeld. Dit is de achterkant en dat is de voorkant. Dus ze liggen als pijlen op de grond. En die wijzen je naar je cadeautjes. Oh, de cadeautjes nog wel. Mm-hmm. Ik zou me oprapen. Ja, als je wil. Mag ze ook laten liggen rapen als je zo meteen op ons loopt met een hele bos. Heb je een emmer? Kan ik ze iedereen zo anders erbij zetten? Emmer mee? Ja, pak ik een emmer. Wie wil bloemenmeisje zijn? Bloemenjongen? Ik. Oké, dan houd Jelisha hem eerst even vast. Dan ga ik toch wel rijden. En daarna dinges. Ga niet erop staan op de bloemen, want ze zijn scherp. Zes stekels hebben ze, hè? Ja, ik heb ze zo meegenomen. Had je dat gevraagd? Ja, dat had ik eigenlijk wel moeten vragen, maar dat was ik vergeten. Papa koopt niet zo vaak bloemen, hè? Nee, twee keer per jaar. Als ik jarig ben, dan... Ja, en ook nog vlak achter elkaar. Je steekt de ogen even uit. Oh my god. Mama, hij wijst wel naar de grond, denk ik. Zo, ik heb ze krommen. Dit is hier niet vaak zulke. Nee. Komt dat absoluut niet de duurste waren? Ja, hier houdt het op. Nee, je houdt het niet op. Je moet beter kijken. Wat betekent dit, Jason?
moet naar die deur en ik moet naar die deur. Dus ik weet het! Ja. Papa wil een hartje maken, maar dan moet je met deze bloemen doen. Kunnen we dadelijk nog een keer doen? Ja, daar ligt het ergens. Ga maar zoeken. Auw. Brandnetels, hè? Nee, brandnetels zijn hele andere plantjes, schat. Daar moest je wel zoeken. Zie jij, Jason? Ik heb wel een gat. Nu, ik wil je het doen, hè? Ik zie het! Ja, zie jij het? Mama! Ja? Oh, ik kan het! Juist, inderdaad. Wel goed voor jou, Jason. Oh, ik zag hem niet. Ik zag hem totaal niet. En ik had de kijkers beloofd dat jij hem mag gaan voorlezen. Lieve Melanie. Dat staat er niet. Liefste. Liefste Melanie. Jij bent meer dan lieve, je bent mijn liefste. De meeste vrouwen hadden allang zelfmoord gepleegd met een kerel zoals ik. Maar gelukkig ben jij er tenminste nog. Kusjes je man. Wat lief. Leuk. Ik krijg het heet ervan, hè? Nou, hé, mama, ik krijg een beetje de traantjes in de ogen ervan. Kijk eens naar je zoon zijn oog even tussendoor. Ja, hier heb ik een oogontsteking. Hey. Ja, dan gaan we dadelijk even wat doen. Gisteren kwam het traantjes uit mijn uit, is het niet? Ja, is een beetje ontstoken. Gaan we dadelijk wat aan doen? We gaan eerst even verder spoorzoekertje spelen. Ja. Ha! Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, er zijn ook witte bloemen! Mama, kijk hoeveel bloemen papa heeft gekocht! Er zijn er heel veel, hè? Kijk hoeveel jij hebt gekocht! Hoe duur kost het? Heel veel, daar ga ik je niks aan. Wacht, ik moet dus nog de badkamer opzorgen. Wat loop je nou met die tas dan? Met die tas weg, dan met die kast loop je met die tas. Geen idee waarom. Maar ik heb het voor jou open gemaakt, mama. Krijg ik soms lekker spulletjes voor de douche? Misschien. Jason! Ja, gaan we weer zoeken, hè? Ik ga hem nog lekker handen. Oh. Oh, leuk. Ja, goud hadden ze niet meer. Goud kunnen we altijd verven nog, maar ik vind het perfect zo. Oh, er zijn wat. Een liedje, maar hout hard, ken je dat liedje? We maken het spook naar onze kamer, heb ik gezien. Ja, en naar mijn kamer. Nee, echt waar? Ja, ik zag het zelf. Zo, hoeveel bloemen heb jij überhaupt al weer gekocht, man? Genoeg. Zo. Oh, wie mooi, maar met die bloemen. Nog meer bloemen. Ik heb hem al gezien. Ja? In uw hart. Toch? Die is van Jason. Oh. Ik zal meedoen, mama. Warm. Hè? Ja, is het warm? Ja. Warm. Het is 25 graden buiten inmiddels, want het is al 's morgens vroeg. Maar ja, zal hij dan onder het bed liggen? Dat zou kunnen. Nee. Moet ik een hint geven anders? Ja. Het is een hartje. Een hartje? Ja. Oh, maar als ik deze keer heeft hij het al verdooid. Dat hartje, ja. Kijk jij voor de arm van de octo? Een knuffel. Nee, dat is geen knuffel. Het is een kussen. Dat is een kussen. Ik had dat al lang zo van een kussen. Dan kan ik tegen mama zeggen, geef mij eens een kussen. Je begint het al te leren, een 15-jarige grapje. Dankjewel, Fabia. Mag je in het tasje doen? Ik zou je vast helpen. Het ligt in de kast. Hoef je niet meer te bukken naar onder het bed en alles. Oké, okay, dat is mooi. Kijk eens, een bloem voor in de vaas. Even vouwen. Oh, het zweet loopt gewoon nog mee. Nee. Dat is warm, hè? En weet je wat nou leuk is? Die mag je vandaag de hele dag aan. Sorry, schat. Ja. Dat ga ik echt niet doen. Ja. Nee, want ik heb geen broek waar het op kan en die is me te klein. Kijk. Ja, dan mag ik hem. Maar dochter Lief heeft een nieuwe pyjama. Ik val er een beetje raar uit. Ja, en ik vind het wel leuk. Kijk, dit is echt een mooie. Moet een mama te boven bij staan. Maar mama past hem niet. Nee, die had ik voor mama gemaakt, maar mama wil hem niet dragen. Ja, weet je, het punt is, papa heeft die gemaakt. Papa denkt, joh, dan weet iedereen dat ze dat bij mij hoort. Dat hij niet bang hoeft te zijn dat hij mee kwijtraakt. Daarom heb je het gedaan. Ja, dat is het. Maar ik vind het heel lief, schat. Ik kan je even verklappen, dit is de laatste. Is dat de laatste? Dit is de laatste. Wij dus ook nog eens is weg geweest, wat we niet door hadden. Dit is mama verrassing. Maar dat hebben we niet door. Waar wees de laatste roos naartoe? Die kant op. Dan zou ik die kant gaan zoeken.
Omdat het een zwarte dag is vandaag. Ja, die heeft papa al aan mij laten zien. Ik zal je de truc vertellen. Kom, we gaan naar beneden. Als je hier warm water in stopt... Ik weet wat er gebeurt. Wat gebeurt er dan? Er komt iedereen op. En je hebt warm water. Ja. Och, genisch. En heb je dat niet gehad? Je gaat alleen jullie twee. Nee, als er warm water in komt, komt die foto tevoorschijn. Oh, dat is grappig. Bij Egypte. Dit is een foto van Egypte, van de fotoshoot, ja. Oh, dat wordt veel koffie drinken. Zijn we allemaal. Zie je dat? Ik wist al dat Egypte. Ik wist het. Ik zei al, dat was in Egypte. Tot de vlogcamera uitstond. Hoe kan dit eigenlijk? Dat vind ik wel echt gaaf. Ja. Dit is een magic mok, oftewel een magische beker. Oh, is het echt chill. Dankjewel, schat, voor de cadeautjes. Alsjeblieft, lieverd. Dank je, papa. Oh, dank je. Wat jullie danken. Dank je, papa. Jij hebt geen danken te zeggen. Het is voor allemaal van mama. Ja, maar ik zeg ook dank je. Je kan wel het danken zeggen. Om een mooie t-shirt die jij niet wil dragen. En mijn liefste dochter wel. Ja. Maar ik heb van jou ook wat. Heb je van mij ook wat? Wat is het, mama? Kinderen, papa, die gaan vanavond dan 1 of 2 uurtjes weg naar Claudia. Ja. Oh, wat leuk, dan gaan jullie met Claudia doen. Jij en mama gaan uit eten. Ga je me overhaaien? Mama heeft namelijk gereserveerd bij papa zijn lievelingstandje. Oh jee, bij de Griek. Juist. Lekker. Ja, lief, hè? Ja, lief voor jou. Ik wou eigenlijk dit bewaren voor vanavond om te geven. Maar ik denk dat ik het nu toch ook maar ga doen. Alsjeblieft, lieve schat. Let wel met blaadjes en foto en tekst. Staat er gewoon op, gat. Oh, wat leuk. Kijk eens hoe mooi. Die kan ik op mijn nachtkastje zetten. Ik kan het de hele nacht aan laten staan als nachtlampje. En iedere keer als ik wakker word, dan zie ik mij en mijn mama. Getrouwd op. Oh, wat. 2005 hadden we een discussie erover. 2004, 2005. We zijn getrouwd in 2005. Blijkbaar heb je trouwboekje nog ergens gevonden. Dit is echt zo lief van jullie twee. Ja, Sjaart. Ja. Nou, weet je wat ik heel erg lief vind? Papa is normaal helemaal niet zo romanticus. Papa is normaal een beetje, gewoon. Een botte boer. Ja, klonk zij, maar toch wel niet. Zoals ze gisteren op Facebook schreef, namen een strontboer. Want ze had een collage gemaakt van allemaal foto's op Facebook gezet. Ja, we zijn 15 jaar getrouwd. En toen had ik, waar ik de video mee begon, het grapje neergezet. Set the true. En ik vond me nou niet leuk. Nee. Dus dit had ze inderdaad vandaag ook helemaal niet verwacht. Nee, ik ben ook eigenlijk helemaal nog een beetje stilletjes van. Ik vind het ook heel erg lief. Dat had ik dus echt niet van jullie papa verwacht. Papa, die is normaal niet zo. Ik zeg wel altijd... Mama zegt wel eens vaak, en die heeft ze met mijn vriendin het erover, en dan zeg ik van, joh, hoef voor Ruben nooit te verwachten. Ja, maar papa is eigenlijk altijd, hoe heet het alweer? Niet zo romantisch. Blauw. Romantisch. Blauw. Ja. Blauw, zo kun je wel zien. Maar... Nou, ik ben wel helemaal verrast over mijn mannetje. Had ik echt niet van hem verwacht, zoiets. Schatje, dus ik omdat ik nooit zo heel vaak bloemetjes haal. Ik noem een beetje bloem extra. Dankjewel, schat. Kusje. Alsjeblieft. Mia, kijk nou hoeveel je al hebt. Je hebt al heel veel. Ja, is het te veel? Nee. Ja. Bloemen kan je nooit te veel hebben. Zeker als ze oprecht en een goed hart gegeven zijn. Mama, heb je nou een groot boeket? Nou, mama, een groot boeket, hè. Ja. Een groot boeket bloemen. Papa, het is zo lief als zij dit had gedaan. Ja, vond je? Ja, maar hoe duur waren zoveel bloemen? Graag ze het al in, hè? Maakt het uit hoe duur het is, Tricia? Ja. Waarom maakt het uit? Anders zijn we dadelijk arm als we te veel geld uitgeven voor die bloemen. Ja, daar heb je een punt. Maar het gaat om het gebaar, schat. Het gaat niet om hoe duur iets is als je iets krijgt, maar het gaat om het gebaar. Dus als je later ook wat van je vriendje krijgt, moet je natuurlijk nooit vragen hoe duur was deze ketting of hoe duur waren deze bloemen. Want daar gaat het niet om, hè? Dat is wel onbeleefd. Dat is best onbeleefd. Dat is heel onbeleefd als je dat vraagt. Papa, mag de vlog vandaag afsluiten? Natuurlijk mag je die afsluiten. Ik vond een zinnelijke video, deel en like. Vergeet de belkruik, krijg je allemaal daar. Tot ziens! Lieve vrienden, bedankt voor het kijken van deze video. Als je nog niet geabonneerd bent, doe het even te snel. En vergeet natuurlijk heel even het belletje niet, hè? Tot de volgende keer!